25 dingen die je moet weten over Almere. Vandaag aandacht voor de peetvaders en moeders van Almere. Het gaat om enkele tientallen mannen en vrouwen van het projectbureau Almere. Ja, dat projectbureau, nou, dat bestaat al lang niet meer. Maar die mensen die vormden met elkaar de creatieve denktank die de stad ontwierp. Een van de peetvaders van Almere, dat is Bouwe van der Weijden. En die is bij ons in de studio. Meneer van der Weijden, een goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. Dat projectbureau, ik zei het al, dat bestaat al lang niet meer. Maar wat is dat nou precies? Wanneer begon dat? Wat heeft het gedaan? Dat is in het begin van de 70 jaren geleidelijk opgezet met een paar mensen. En later is het uitgegroeid in de loop van de jaren 70, 80 ook nog. Tot denk ik zo'n 40, 50 personen die allemaal samen de opdracht hadden om een plan te maken wat kon worden gerealiseerd door allerlei andere bedrijven en instanties. Juist, om dingen te bedenken voor Almere. Het idee, je begint met een wit vel papier. Tabula rasa heet dat heel mooi. Wit vel papier, daar moet de stad komen van 125.000 tot 250.000 inwoners. Nou, zeg het maar, projectbureau. Hoe doe je dat? Hoe wil je dat doen? Een geweldige opdracht. De mensen van het projectbureau die zijn daar ijverig mee aan de slag gegaan. Onbevangen. Van, dat doen we altijd zo. Hè? Maar het was allemaal nieuw voor iedereen. Het is toch gelukt uiteindelijk. Ja. Ja. Zonder dat projectbureau was Almere dan wel tot stand gekomen? Nee, dat denk ik niet. Want je moet natuurlijk een groep mensen hebben. Mensen hebben die een plan maken. Er was wel een organisatie, de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Mm-hmm. Die had ook Dronten, Lelystad gemaakt. Waren daar een volk mee bezig. Maar dit was zo'n geweldige opgave. Zo'n hele grote nieuwe stad. Dat ze bij de Rijksdienst het wijze beleid hebben gevoerd om daar een apart projectbureau voor in het leven te roepen. Ga je gang maar, wij zo spreken haast de vrije hand. Bedenk maar plannen, ideeën. Het is een soort denktank. Het is ook een soort denktank geweest. Zo heb ik het ook beleefd hoor. Mensen zaten ook bij elkaar, hoe zullen we dat nou eens doen? Ja. Het was niet uit de losse pols van, we tekenen altijd dit soort dingen. Nee, hoe doe je dat nou? Hè? Moet het één stad worden? Moet het meerdere kernen worden? Moet het langgerekt zijn? Al dat soort dingen. Ja, het is natuurlijk wel super om vanaf niks dat te bedenken en op te bouwen. Dus dat was ook een heel, hele diverse mensen zaten daarin. Wat waren het voor mensen? Er zaten alle mogelijke disciplines in. Architecten? Architecten, stedenbouwkundigen, groenontwerpers, sociologen. Ik was zelf een civiel technicus. Van alle mogelijke disciplines, alles wat er komt kijken om zo'n stedelijke samenleving tot stand te brengen. Economen, ik kan doorgaan. Alle ja. Disciplines op de een of andere manier werden verkend. Maar hoe bent u er dan bijgekomen? Ik werkte al bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Ik ben echt helemaal onderaan letterlijk begonnen in de ondergrond. Op een gegeven moment was ik degene die het meeste wist van de ondergrond van Almere. En dan kwamen natuurlijk ook vragen, waar kunnen we nou het beste bouwen? Waar is de bodem goed? Waar is het minder goed? Nou, van daaruit werden er ook vragen gesteld over de weg- en waterbouwkundige kant van de zaak. En nog een vraag verder was, kom maar bij ons werken, want dat hele gebied hebben we nog niemand voor. En dan hebben we ook dat weer gecoverd. Juist, en wat was het jaar dan dat u erbij kwam? Ik ben er in 73 bijgekomen. 73, 74. Ik ben dus ook geleidelijk overgegaan. Want ik zat dus al bij dat bodemonderzoek. En hoe lang heeft u er dan bij gezeten bij het projectbureau? Ik heb erbij gezeten tot 1986. Oké. En dat was eerst het projectbureau Almere. En later is in dezelfde constructie min of meer dat nog bij het openbaar lichaam, bij de gemeente Almere, doorgegaan. Ja, maar ik kan me voorstellen, als er zoveel mensen bij elkaar zitten, knappe koppen bij elkaar zitten, dat je het niet altijd met elkaar eens bent. Helemaal niet. Dat wordt één grote soms ongezellige vergadering. Een buitengewoon gezellige sessie. Wat ik het meest merkwaardig vond, is in zo'n situatie, ja, dat iedereen vrij kon spreken. En dat was natuurlijk wel een sturing, met name van de directeur, het hoofd van het projectbureau Vrieling. Maar het was toch zo, ja, we weten het ook niet. Wat vind jij ervan? Onzin, kwats, kijk eens wat hij gemaakt heeft. Yes, zo gaan we doen. Okay. Zo is het gegaan, maar niet op slag en stoot hoor. Heel veel discussie geweest. Meer dagen lang, ook in groepsverband met 5 mensen, soms alleen. Wat je natuurlijk maakt. Nooit bedacht, ik zoek het lekker uit met z'n allen. Ik vind het goed zo. Nee, integendeel, ik vond het fantastisch. Alleen ik heb het toen nooit gerealiseerd hoe bijzonder dat was. Nee. Heel bijzonder. Hey, want ja, nieuwe steden worden er wel gebouwd, maar niet veel op de wereld. En dat gebeurt toch natuurlijk vanuit bestaande structuren. En dit was echt, nou, wit vel papier, ik zei het al, doe maar.
En wat dacht u dan? Want dat lijkt me wel fantastisch als je dat met elkaar bedenkt. En dan rij je echt vele, vele jaren later door zo'n gebied. En dan denk je van, ja, wauw, daar heb ik gewoon een hele belangrijke rol bij gespeeld. Je kunt het haast niet je voorstellen, inderdaad. Wij hebben, nadat ik ben gestopt met werken, nog 16 jaar in Middelburg gewoond. Ik kom hier terug, dan zie je Almere in volle glorie. Ja. En dan zie ik weer, bijvoorbeeld, op de laatste dag van het jaar 1980 of 81, ik weet het jaartal niet meer. Ja, een leeg viaduct staan, daar waar het station Almere moet komen. Ik denk misschien dat het nog wel wat eerder was. Hè. In wijde omtrek zie je verder niks. En nou staat daar die hele stad in een station en het is allemaal in vol bedrijf. Ja, mooi. Trots of niet? Heel goed. Ja, daar ben ik wel trots op. Ik ben er ook wel trots op. Ja, we hebben natuurlijk met z'n allen zo bedacht. Maar ja, het is toch een leuk project wat blijft. Zeker, absoluut. Maar zo'n schilderij wat je gemaakt hebt. Ja, we hadden het in het begin over de peetvaders en peetmoeders. Wat betekent dat nou precies? Ja, dat is een begrip dat is ooit door iemand geïntroduceerd. Misschien ook wel door Kasla, een of andere organisatie die zich met de geschiedenis bezighoudt. Die hebben gedacht, een aantal mensen die krijgen het stempeltje peetvader. Dat zijn mensen die echt bij het begin van Almere betrokken zijn. Er is een boekje van gemaakt. Daar staat een aantal mensen in. Hoeveel zijn dat er? Weet u dat zo? Een aantal andere mensen staan daar niet in. Waarvan ik vind dat die net zo goed ook peetvader zouden moeten zijn. Eigenlijk dat hele projectbureau. Of er nou een ontwerper is of een semi-manager of een tekenaar. Die mensen hebben hun zielzaligheid gelegd in die stad Almere. Dus dat zijn voor mij peetvaders en peetmoeders. Iedereen, want je hebt het met elkaar gedaan. Ja, we hebben het natuurlijk helemaal met elkaar gedaan. Ja. Zeker zo, ja. Maar dat was een beetje natte vingerwerk dan eigenlijk, wie er peetvader of peetmoeder werd. Ik weet niet hoe het boekje tot stand is gekomen, maar ik denk dat ze die mensen die ze konden bereiken, waarvan er een telefoonnummer aanwezig was, hebben uitgezocht en ja, die hebben geïnterviewd. En dan is het maar de pas pro toto, daar staat dat boekje peetvaders voor iedereen van het projectbureau Almere. Ja. Ja. Als u nou door Almere loopt of fietst of rijdt, kijkt u dan extra om u heen om te zien van, dit is toch wel een beetje waar ik een vinger in de pap heb gehad? Ja, dat doe ik zeker. Maar ik ben met name natuurlijk trots op een aantal dingen die heel goed zijn uitgepakt. Het idee van het openbaar vervoer in Almere, dat is werkelijk spectaculair goed. Want de wijken zijn gelegd langs de haltes van het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld met name in Waterwijk zie je dat heel goed, in Almere stad. Dan zie je gewoon, dat is de ruggengraat, het openbaar vervoer. Welke peetvader of peetmoeder was daar verantwoordelijk voor? Nou, ook vele mensen, maar ik noem even de naam van Harry de Heij. Die is er ook sterk bij betrokken geweest. Maar ja, allerlei andere stedenbouwkundigen ook, hoor. Die maakten ook tekeningen dat het allemaal klopte. Ja. Ja. Er is niet één persoon dus die eruit springt, zegt u, we hebben het met elkaar gedaan. Dat is wel zo. Als u één persoon moet noemen, dan noem ik in dit geval Dirk Vrieling. Die is inmiddels overleden, die was hoofd van het projectbureau. Dat was wel een geweldige motor om iedereen flink op te juinen om aan de slag te gaan en ideeën te bedenken. Ja, dat vind ik wel. Daar heb ik ook heel veel waardering voor gehad altijd. En achteraf ook nog. Maar wat ik me nog wel afvraag. Bastien zei het net, als je dan zo door Almere rijdt of iets of wat dan ook. Maar als u het bekijkt, zijn er dan nu misschien ook dingen dat u denkt van, goh, dat had ik of dat hadden we met elkaar. Nou, hadden we toch anders gedaan? Ja, ja. Kunt u een voorbeeld noemen? Ik vind dat Almere niet helemaal foolproof is gemaakt. Wel foolproof, maar niet foolproof. De gemeente Almere, vind ik, die is bezweken voor de verleiding om de stukken tussen de kernen ook te benutten met woningbouw. Bijvoorbeeld het gebied tussen de vaten. Het idee was vroeger, Almere is een gebied met losse kernen die echt van elkaar gescheiden zijn door royale groengebieden. En dan worden het ook eigen identiteiten. Naarmate je natuurlijk meer tussengebieden volbouwt, dan wordt het te veel idee van losse kernen. En dan wordt het één compacte stad. En wordt in mijn optiek ook wel een beetje een brei van huizen. Die dreiging is er, vind ik wel, hoor. Ja. Ja, hoewel Almere buitengewoon groen is, ook door al die andere groene elementen. Maar de echte grote tussengebieden, ja, die zijn een beetje aan het verdwijnen. Juist. Dank voor uw mooie verhaal. Ja, ik vond het bijzonder. Bouwe van der Weijden, een van de peetvaders dus van Almere.